U heeft het vast al herkend, de prachtige skyline van Rotterdam. En daar zijn we vandaag. Om precies te zijn, we zijn op de Kop van Zuid. Hier zit het Nederlands Fotomuseum. En wij zitten daar vandaag ook. Maar liefst 5,6 miljoen beelden hebben ze hier in hun collectie. Regelmatig komen er foto's uit deze schatkamer om door middel van beelden prachtige verhalen te vertellen. Zoals in de eregalerij van de Nederlandse fotografie. Hier vertellen 99 foto's met iconische waarde de ontwikkeling van de fotografie in Nederland. Dit is de alleroudste foto uit 1842. Een portret van Charlotte Asser, dochter van de fotograaf. En zo trekt de geschiedenis aan je voorbij. Elke foto met zijn eigen verhaal. En ook wij leggen alle voorwerpen die langskomen vast voor het nageslacht. En onze experts die vertellen er weer de mooiste verhalen bij. We hebben in het verleden een keer in de Hermitage een dergelijke tegel ook gezien. Kijk. Achter zwaar, dik glas. Dus toen dachten we, nou, zoiets hebben wij ook. Wellicht een musea-stuk, wat wie u weet. Ja, we gaan zien. Ja, veel zien. Plezier. Ja, bedankt. Dank u wel. Dag. Dag. Standaard, helemaal typisch voor de eerste helft van de 19e eeuw. Versierd met schijfjes en een baluster. En een eivormige bal die precies in die holte past. En de stam en de bal zijn versierd met langgerekte luchtbellen en met allemaal verschillende kleuren glasgruis. Hoe bent u aan dit bijzondere object gekomen? Mijn man heeft het van zijn ouders gekregen. En het is een familiestuk. Zoals u hier op de foto ziet, staat hij al op. En dat is 1928. Ja. Dus hij is al behoorlijk lang in de familie. Ja. Deze standaards werden gemaakt voor pruiken. En daar kon je dan 's nachts je pruik op zetten. En voor de gelegenheid heb ik daarom een 19e eeuws pruikje meegenomen. Uit de collectie van mijn vader. Oh, wat leuk. Want dan kan ik het een beetje inzichtelijk maken. Hoe dat eruit zag. Oh, kijk nou. Nou, weten we dat ook weer wat het is? Oh, maar dat ze dan zoiets moois maakt om er dan zoiets overheen te hangen, hè? Ik zal het weer eventjes eraf halen, want de standaard is veel mooier dan het pruikje. Ja, ja, ja. Het is dus de eerste helft 19e eeuw en de waarde is 150 euro. Oh, ja, nou. Ik denk, nou, misschien 25 euro. Nou, leuk, ja. Een pastel van een jong meisje. Ja. Wie is dit jonge meisje? Dat ben ik. Dat bent u. Ja. Kijk. Ja. Ja. Vond het ontzettend leuk om je eigen portret in pastel, dat is een pasteltekening, ja, te hebben. We praten over de schilder Raden Bazuki Abdullah. Ja. Ook wel genoemd de Rembrandt. Van het Oosten. Van het Oosten, precies, ja. Oh, ja. Ja. Centraal in zijn oeuvre staat de mens. Ja, precies. En dan vooral mooie jonge vrouwen die op een bijna filmsterachtige manier afgebeeld heeft. Ja, hij behoort tot de schilders van het mooie Indië. Dat betekent dat hij schilderijen maakte die vooral de mooie kant van Indonesië laten zien. Mm-hmm. Landschappen, tempels, ja, natuurlijk mensen. En dat deed hij op een hele mooie manier. Zo goed zelfs dat hij bevriend raakte met Sukarno. En die heeft ook een hele collectie werk van hem aangelegd. Dus die was in bezit van heel veel van zijn schilderijen. Toch wel heel leuk om je eigen kinderportret te hebben, moet ik zeggen. Ja. Ja, en dan gemaakt door zo'n bijzondere schilder. Ja. 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 Nou, ik zei al, het is een beroemde schilder. Dit is een mooie pastel op papier. Heeft ook waarde, uiteraard. We praten op dit moment over zo'n 1500 euro. Ja. Zo. Dat is een leuk prijsje. Absoluut, ja. Ja. Een lekker fris, bont gekleurd, gezellig kastelletje. Enorm, ja. Ja, heeft het in de woonkamer staan? Nee. Oh, zit het ingepakt in een doos op zolder? Ja, 20 jaar. Al 20 jaar? Al 20 jaar, ja. Wat jammer, zeg. Ja. Zo'n kastelletje hoort natuurlijk op een kasthuis. Klopt. Het is eigenlijk al een oud-Hollands gebruik om vaasjes en borden op kasten te zetten. Dat zien we al in het einde van de 17e eeuw. Eigenlijk wat we meteen zien aan dit kastel is dat de kleuren heel fel zijn. Ja. Die felle kleuren, dat is iets wat we niet op deze manier tegenkomen bij het Delfts aardewerk. En als we dan een van de vazen omdraaien, dan zien we ook aan de onderkant het merkteken staan van Tichelaar, de koninklijke Tichelaar. In het Friese plaatsje Makkum.
Bij het Fries aardewerk zeggen we altijd grappend. En het klopt eigenlijk altijd. Als je dit met Delftse ogen bekijkt, dan zouden we qua kleuren in de late 18e eeuw zitten. Tel daar 100 jaar bij op. Dan zit je in de late 19e eeuw tegen 1900 aan. Dus ik verwacht dat dit kastelletje zo rondom die periode is gemaakt. De leeuwtjes die erop voorkomen, dat is eigenlijk ook iets wat afkomstig is van het Chinees porselein. Een mooie decoratie met die vogeltjes die op takjes zitten. Ja. Dat komt eigenlijk rondom de vaasjes voor. Nee, als ik u was, zou ik toch ergens een plekje zoeken om het mooi neer te zetten in de woonkamer. Dit kastelletje wil ik een waarde meegeven van €450. Ja, ligt in de lijn der verwachting. Ja. Heel goed, heel goed. Mijn man die verzamelt keramiek, Nederlandse keramiek uit de Art Deco-periode. En heel af en toe verzamel ik wat mee. Ja. Eigenlijk geen glas, maar deze die kwam voorbij. Ja, en waar kwam die voorbij dan? Op Instagram. Oh, op Instagram. Ja. En toen dacht ik, dat doet me toch wel heel erg denken aan iets waar we een boek van hebben. Ja. Mijn man die verzamelt dus keramiek en die heeft het altijd over Jaap Gidding. Maar dat is een beetje buiten ons budget. Dus toen dacht ik, ik geef hem dan een boek over Jaap Gidding. Of een vaas die erop lijkt. Nou ja, in dat boek stond niet alleen keramiek, maar ook bijvoorbeeld glas. En daar stonden dus ook gedecoreerde vazen in. Ja. En dit doet me daar erg aan denken. Ja. Maar goed, ik kan het dus niet vinden. Nee. En toen heb ik besloten om het om te gaan kopen. Oké. En dat was hier in Nederland? Nee, dat was in Dallas, in Texas. Ja. Wat moest u ervoor betalen? $23. En de vervoerskosten? Ja, samen ongeveer €60 heb ik betaald. €60. Rob, moest jij bij het zien van deze vaas ook direct aan Jaap Gidding denken? Ja. En u bent goed op weg om specialist te worden. Want daar gaat het natuurlijk om. De boekjes, daar kun je een hoop uithalen. Ja. Maar deze staat niet in het boekje. Zo'n vaas bevindt zich in het Nationaal Glasmuseum in Leerdam. Mm. Dus u zit helemaal goed. Gefeliciteerd. Dat is mooi. Goed gedaan. Ja. Goed, nou, zijn we klaar. Staat er nog ergens ook zo'n handtekening op? Of? Er staat een merkje onder. Zo'n etstempeltje. Dat is een cirkeltje. En daar staat een gestileerde J en een G in. Hmm. Zal die zelf ontworpen hebben. Want het is ook al net zo sierlijk merkje als dat zijn decor sierlijk zijn. Ja, want we hebben het dus over eind jaren 20. Ja. Daar past dit... Dit ontwerp past daarin qua stijl? Ja, Jaap Gidding is heel internationaal art deco. En dan met name een beetje de Duitse, Franse kant. Dat zie je aan die een beetje sprieterige motieven van hem. Heel snel, heel vlot, vrolijk en druk. Lekker versierend. Hij was een sierkunstenaar, zoals ze dat toen noemden. Dat werd later een beetje een scheldwoord toen eenmaal de stijl en het moderne design en zo opkwam in de jaren 30. Maar in de jaren 20, toen deze vaas gemaakt werd, hij is van 1926, was dat nog helemaal je van het. Hij was een heel allround ontwerper. Okay. Dat is altijd zo leuk aan mijn kunstenaars. Dat zijn altijd van die duizendpoten. Dus die doen... Ja, niet alleen glas, vazen. U zei al keramiek, maar hij heeft ook gebrandschilderd glas en lood gemaakt. Decoratieschilderingen op muren, in bioscopen, mozaïek, noem het maar op. Heel divers. Hmm. Wat zijn beroemde werken van hem dan bijvoorbeeld? Nou, het bekendst is theaterbioscoop Tuschinski in Amsterdam. Okay. Dat werd opgeleverd in 1921. Het tapijt, het ligt er nog steeds. Het is fantastisch. Het knaltje tegemoet. Met ook van die lekkere grillige decors. En op de muren daar in Tuschinski, zeker in die powerhal, dus de ontvangsthal, daar zie je allemaal van die gestileerde figuren ook op de muren. Heel erg expressief, niet alleen in lijn, maar ook in kleur. Is het gek dat deze vaas op Instagram, op een Amerikaans account van Instagram, opduikt? Nee, want er komt vaak mooi keramiek en glas uit die hoek. Europa exporteerde veel kunst en sierkunst naar de Verenigde Staten. €60 moest ervoor betaald worden en een tocht over de zee die overleefd heeft. Was het helemaal waard? Het is inderdaad heel dun glas. Het chipt snel. Die emaille-beschildering die erop zit, die kan slijten. Hè. Daar moet je ook voorzichtig zijn met poetsen of zo. Ook liever geen bloemen erin, geen kalkaanslag en zo. Hou hem mooi helder. En dat is in dit geval keurig bewaard gebleven. Ik denk ook niet dat hij veel gebruikt is in Amerika. Dus hij is nog piekfijn. Wat heeft de Nederlandse verzamelaar daarvoor over? €2500. Zo. Goed gedaan. Goed gedaan. Maar hij blijft wel bij mij, hoor.